Open Nederlandse Kampioenschappen. Lange baan zwemmen 2018 in Amersfoort. Van 22 juni tot en met 24 juni in Sportcomplex Amarena. Welkom in Amersfoort. Dat was de eerste keer in Amersfoort, als ik het goed nagekeken heb. Ja, wel in het nieuwe zwembad. Ik heb in het verleden best wel veel in het oude bad gezwommen, maar dat is ook alweer jaren geleden. Maar dat was in je jeugdtijd? Dat is al wel 10 jaar geleden, denk ik. En nu voor het eerst sinds lange tijd weer in Amersfoort in het nieuwe zwembad. Wat vind je van het zwembad en hoe is het water? Het water is goed en het bevalt hartstikke goed. Het is een mooi zwembad en vanaf de snelweg ben je er zo mooi schoon, groot, genoeg ruimte. Ik heb niks te klagen. Je had een uitstapje, de 100 meter vlinder. Er is maar één afstand die hieruit komt. Hoe beviel dat? Nou, vanochtend ging het best wel goed. Toen zwom ik onder de minuut. En over vanmiddag de finale ben ik eigenlijk niet zo tevreden. Niet onder de minuut. Ik had er wel een bronzen medaille. Maar ja, het was inderdaad een uitstapje en niet zo hard als gewoon. Angelina Keulen, 59-65 en de hele tijd van de Naomi Jojo. Een stapje en niet zo hard als gewoon. De vrije slag, daar kunnen we toch wel iets van verwachten? Ja, de vrije slag ligt mij wel meer. 50 vlinderslag doe ik ook erbij, maar voor een 100 vlinderslag moet je toch echt wat meer vlinderslag trainen en dat doe ik niet. Het is wel een hele goede prikkel voor die 100 meter, dus vandaar ook dat ik dat af en toe doe. Echt een trainingsprikkel. De Mare Nostrum Tour, heb je die bewust laten schieten? Ja, ik had gekozen om in eerste instantie wel te zwemmen, maar toen dacht ik, ik geef liever voorkeur om in Nederland gewoon in Eindhoven even een blokje goed te trainen. En dan hier te zwemmen. Dus ik ben blij dat ik die weg gekozen heb. Maar volgende week gaan we naar Rome en daar heb ik wel heel veel zin in. Dan wens ik je veel succes bij de Sette Colli, maar dan wel in aanloop naar de Europese kampioenschappen in Glasgow. Ja, EK komt eraan deze zomer. En ze zijn heel hard aan het aanmoedigen. Maar deze zomer knallen in Glasgow. Succes! Graag gedaan! Dankjewel!